Uitwerkingen van opgave 2 van het examen 2017, tijdvak 1, VWO. Met als titel de Cessna. En wat is Cessna? Cessna is een vliegtuig. Een behoorlijk groot stukje tekst. Lees het eerst even door, druk even op pauze. In de tekst komt voor drie krachten. Ja, allereerst de zwaartekracht. Je ziet zwaartekracht natuurlijk loodrecht naar beneden toe. De motorkracht. Ja, in de richting van waar het vliegtuig heen gaat. En de F-lucht, ja, de kracht van de lucht op het vliegtuig. En hier staat bij dat F-lucht kan ontbonden worden in twee componenten. Nou, dat kan inderdaad, hè, als je dat even bekijkt, zie je hier in de tekening dat F-lucht wordt ontbonden in F-lift en de wrijvingskracht van de lucht. Hè. Maar deze twee zijn dus componenten van F-lucht. Dus er zijn inderdaad maar drie krachten op het vliegtuig. Ja, dus je moet niet denken van, hé, maar ik zie hier toch meer kracht. Nee, F-lucht, ja, die is die twee samen. Goed. Oké, de vraag is, bereken de grootte van hoek alfa in deze situatie. Lees weer eventjes door. Dan kijken we eerst even naar de gegevens die er allemaal in staan. Hij is op constante hoogte. Belangrijk, maar betekent dus dat hij evenwicht is, verticaal, oftewel de zwaartekracht is gelijk aan F-lift. Die twee zijn aan elkaar gelijk. Verder is gegeven dat het vermogen is 70 pk, want het vermogen zelf, maximale motorvermogen, dat hier nog onder is 100 pk. 70% betekent dus het vermogen is 70 pk. De massa 710 kg, betekent dus dat ik meteen de zwaartekracht kan berekenen. M keer G. En tenslotte nog de kruissnelheid. Ja, de snelheid weet ik ook, 55,0 meter per seconde. Dat schrijf ik eerst eventjes een beetje overzichtelijk op. Ja, want ik moet de grootte van de hoek alfa berekenen. Dit is een stuk overzichtelijker. Gegevens mooi op een rijtje. En gevraagd de hoek alfa. En hoek alfa in de figuur zie je daar een mooi driehoekje. Oftewel, je moet gebruik maken van sinus, cosinus of tangens. In dit geval gebruiken we de tangens. Maar tangens is de luchtwrijving gedeeld door F-lift. En F-lift, die weet ik al. Ja, die is nou, gelijk aan de zwaartekracht, staat daar. En de luchtwrijving, hij is met een constante snelheid, dus de luchtwrijving is gelijk aan de voortstuwingskracht F-motor. Hoe groot is dan die kracht? Nou, ik heb nog iets, namelijk ik heb nog de snelheid en het vermogen. En snelheid en vermogen hebben iets met elkaar gemeen. Namelijk, vermogen is F keer V. En je ziet dus van, je kunt zo F berekenen. F is namelijk P gedeeld door V. Maar let op, P moet natuurlijk wel in wat? Vermogen, officiële eenheid is wat? Oftewel, de paardenkracht moet je eerst omrekenen naar wat? En daarvoor heb je BINA's. Nou, paardenkracht, let op, hè, er zijn twee verschillende definities voor paardenkrachten. In de opgave stond dat je de HP-definitie moest gebruiken. Oftewel, voor P vul ik in 70 pk maal die 745,7 en je komt op een kracht van 949 newton. Dat vul ik in en dan krijg ik dus dat de tangens is 0,136. Eventjes de inverse ervan nemen en je krijgt dat hoek alfa is 7,8 graden. De punten. Nou, je ziet al, hè? Inzicht dat er evenwicht is verticaal, dus F-lift is FZ. Omreden van pk naar wat. Dit is trouwens iets wat je goed moet onthouden als er ergens een eenheid is die niet gelijk is aan de officiële eenheid. Als je gewoon omrekent, dan heb je bijna altijd één punt te pakken. Je moet hier trouwens ook natuurlijk die 0,7 factor er wel bij gebruiken. Nou, gebruik van de formule P is F keer V. En tangens alfa. En tenslotte completeren van de berekening natuurlijk. En met de eenheden, significantie, etcetera, etcetera. Vervolgens, lees eerst maar weer eventjes door. Ja, een hele formule erbij. En gevraagd wordt, wat is de formule van C-lift? Nou, dit is op zich wel een plezierige opgave. Hè? Een eenheidsafleiding. Nou, de eenheid van C-lift wordt gevraagd.
Eerst moet de formule worden herschreven zodat je C-lift alleen krijgt. Nou, dat kun je op deze manier. En dan is de eenheid van C-lift is gelijk aan de eenheid wat aan de rechterkant staat. Dus eenheid van C-lift, dat wordt aangegeven met die rechte haken, dat is een notatie voor de eenheid van C-lift, is de eenheid van wat daar staat. En dat kan ik natuurlijk uit elkaar halen. En let op, de eenheid van een half is maar gewoon een getal, dus die heeft geen eenheid. En je deelt door de eenheid van dichtheid, betekent dus maal eenheid van dichtheid tot de macht min 1. Hetzelfde voor oppervlak, hetzelfde voor snelheid. Invullen, nou eerst kracht is newton. Eenheid van dichtheid is kilogram per kubieke meter. En dat tot de macht min 1. Oppervlak vierkante meter. En snelheid is meter per seconde, maar het is kwadraat, dus meter kwadraat per seconde in kwadraat. En dan krijg je dus seconde tot de macht min 2. En natuurlijk alles weer tot de macht min 1. Haakjes wegwerken. Dan krijg je deze. Ja, kijk eventjes of alles goed is. Dacht van wel. En dan zie je dus dat er heel veel van die meters, die kun je samen nemen. Het is meter tot de macht min 4, samen met meter tot de macht 3. En hou ik tenslotte 1 keer meter tot de macht min 1 over. De newton is een apart geval eventjes. Van newton kun je opzoeken in binas. Die is gelijk aan kilogram maal meter per seconde in kwadraat. En dan zie je dus, althans ik hoop dat je het ziet, dat het precies tegengesteld is aan wat hier staat. Oftewel, als ik voor newton dit invul, dan valt dus de kilogram weg, meter valt weg en secondes vallen weg. Oftewel, de eenheid van C-lift is er niet. Het is een eenheidsloze grootheid. Ja, het wordt ook wel dimensieloos genoemd. Punten. Invullen van eenheden, van de grootheden in de formule, nou, staat het. Hè? Inzicht dat die newton eigenlijk kilogram per maal meter per seconde kwadraat is. En tenslotte het completeren van het antwoord, consequente conclusie is dat het geen eenheid heeft. Nou was het zo dat dit officieel correctiemodel was, alleen die hebben ze later eruit gehaald. En je kon voor het laatste naar twee punten halen. Want wat is het geval? In principe is dit hier ook natuurkundig een correcte eenheid. Ja? Men had eigenlijk deze vraag moeten doen van leidt met behulp van deze formule de eenheid van C lift af, maar dan wel uitgedrukt in SI basiseenheden. Als ze dit erbij hadden gedaan, dan had je de newton moeten herschrijven. In dit geval hoeft het niet. Dit was dus een correctie op het correctiemodel later uitgevoerd. We gaan verder met de volgende vraag. Ja, nou. Op de uitwerkbijlage staat een mooie tekening van de Cessna. En die zullen we natuurlijk zo meteen er nog wel eventjes bij laten zien. En gevraagd wordt, wat is de grootte van C-lift voor de Cessna op kruissnelheid? Nou, dan gebruik je natuurlijk deze formule. Want je kunt C-lift berekenen, die wordt gevraagd, als je de rest van deze gegevens weet. En de meeste van die gegevens, ja, die heb je al uit de gegevens die je eerder hebt gekregen. Nou, wat kun je hier uithalen? Nou, allereerst F-lift, die hebben we al een keer berekend gelijk aan de zwaartekracht. De snelheid, die kun je ook meteen eruit halen, 55 meter per seconde. En de dichtheid, ja, die moet je nog eventjes uit binnen halen. Het gaat over lucht, dus gegevens, gas en dampen, lucht. Daar staat de dichtheid 1,293 kilogram per kubieke meter. Zo, hè? En betekent dus dat je alleen nog maar het oppervlak moet hebben. En dat haal je natuurlijk met behulp van figuur uit uitwerkbaar. Het staat ook bepaal, dus je moet het opmeten. De uitwerkbijlage. Je moet gebruik maken natuurlijk van de schaal. En je weet gelukkig de lengte en spanwijdte van het vliegtuig. Dus je kunt de schaal bepalen met deze lengte bijvoorbeeld, 10,7 meter, of je maakt gebruik van die 7,3 meter. Maar in ieder geval kon je de schaal berekenen en gegeven is dan dat 1 centimeter is 0,77 meter. Hè? Dus hè, je gaat deze lengte in opmeten in centimeters en dan weet je van goh, 1 centimeter is dan 0,77 meter. Dan oppervlak. Nou, oppervlak, hè, alles een beetje gewoon
opmeten, hè, rechthoekje, driehoekje, etc. etc. En dan kom je op een oppervlakte van 13,6 vierkante meter. En dan heb ik alle gegevens, kan ik dus invullen in de formule voor C-lift, invullen en komt op een waarde van 0,26. Nou, let op, ik heb hier nog eventjes geaccentueerd van, hè, als je deelt door, zorg ervoor dat je haken gebruikt. Hè. Voor je het weet ga je daar de mist in. Goed, eindantwoord 0,26. De punten. 1 punt krijg je voor gebruik van de formule en het opzoeken van de juiste dichtheid. Schat dus het vleugeloppervlak. Er zit een redelijke marge nog op. En let op, het vleugeloppervlak wordt in vierkante centimeter hier gedaan. En daarna wordt pas de schaalfactor. Dat kun je natuurlijk ook net andersom doen. He, beide zijn natuurlijk gewoon goed. En tenslotte completeer van de bepaling de hele rekenpartij. We gaan weer verder met de volgende vraag. Het vliegtuig maakt een bocht. Ja? En dat gebeurt door het klein beetje te laten hellen naar één kant. Ja? En als dat gebeurt, dan gebeuren twee dingen. Het maakt een bocht, dat is de bedoeling. Hè? En het verliest hoogte. En de vraag die erbij hoort van, leg me hulp van de figuur op de uitwerkbijlaag. Nou, die zie je hier al naast. Ja? Waarom dat zo is? Nou, allereerst het maken van een bocht. Ja, betekent dus, hij maakt een cirkelbeweging in feite. En betekent dus dat je nodig hebt een middelpuntzoekende kracht. Oftewel, op het vliegtuig moet een kracht werken naar het midden toe. Ja, hij gaat die kant op, als het goed is. En hij verliest hoogte, betekent dus dat er een kracht naar beneden moet zijn die groter is dan de kracht omhoog. Nou, hoe komt dat? Nou, ik heb F-lift, die is scheef omhoog. Die ga ik weer ontbinden in een component loodrecht omhoog en een component loodrecht naar rechts. En dan heb je dus al meteen mijn middelpuntzoekende kracht. Nee, dat is een kracht naar rechts. En de kracht omhoog, een component, is kleiner dan de kracht zelf. Dus die component is kleiner dan F-lift, maar F-lift was gelijk aan FZ. Dus is je ook kleiner dan FZ. Kortom, ik heb met deze twee krachten al uitgelegd waarom het een bocht maakt, middelpuntzoekende kracht, en waarom het hoogte verliest, want die component is kleiner dan FZ. Punten staan hier. Ja, er is een resulterende kracht, namelijk F en PZ. Ja, en dat is dus de middelpuntzoekende kracht en verticaal windzwaartekracht. 3 punten. En we gaan weer verder met de volgende vraag. De volgende vraag is een modelleervraag. In ieder examen heb je toch altijd één opgave die over modelleren gaat, althans een paar vragen erover. En in dit geval gaat het over het starten. Eventjes doorlezen. Ja, druk even op pauze eventueel. Gegeven is dat het motorvermogen constant is, oftewel P motor is constant. En de rolwrijving is constant, dus die is constant. Nou, eventjes een beetje ruimte maken. Zo, en de vraag is nu van, schrijf op het modelregel voor EK. Want als je model bekijkt, dan zie je dus dat daar een lege regel is. En die moet je vullen. Dan kun je denken van, hey, kinetische energie, dat is mooi. Want die is gelijk aan een half mv kwadraat. Echter, helaas, dat kan hier niet. Want die v, de snelheid, die wordt juist uit de e-kinetisch gehaald. En dan kun je dus niet e-kinetisch daarmee vullen. Kortom, we moeten iets anders verzinnen. En dat gebeurt omdat je kijkt wat ervoor staat. Kijk, je kijkt wat ervoor staat. En er staat P netto is PM min, nou, oftewel de netto vermogen is motorvermogen, dat was constant, min F keer V. Kijk, dat was ook vermogen, hè? Oftewel, ik maak gebruik van vermogen, want de energie E is vermogen maal tijd. Nou is het netto vermogen, ja, is wel iets wat verandert. Iedere keer wordt netto vermogen opnieuw berekend. Kijk hier. Oftewel, omdat dat iedere keer verandert, mag je niet zeggen van, hé, e-kinetisch is dus P netto keer T, P keer T, want hij verandert iedere keer. Iedere keer komt er een klein stukje bij. Kortom, je moet opschrijven dat e-kinetisch is de kinetische energie die je in het begin had, plus, en dan krijg je dus P netto keer T, maar die T is dan dt, dat is modelleren, dus het gaat iedere keer per stap.
En stapgrootte hier is 0,001. Kijk, en E kinetisch in het begin is 0. Dus je begint met E kinetisch 0 plus P netto keer dt. En iedere keer komt er dan een klein stukje bij. Punten. Nou, hier staat het al, hè. Weinig over te vertellen. En we gaan verder met de volgende vraag. Weer een vraag over model. En in model staat niet in de formule een V, maar staat V min V wint. En de vraag is van, waarom is het zo? En daarna van, is er nu tegen of meewind? Ja, en die V min V wint, die staat in deze twee regels. En je ziet dus inderdaad dat het gaat om de snelheid van het vliegtuig, niet ten opzichte van de grond, maar het gaat natuurlijk ten opzichte van de lucht, want daardoorheen beweegt hij. V wint is hier plus 5. Betekent dus dat als je V min V wint doet, dat dan die effectieve snelheid kleiner wordt. Je trekt er iets van af. Oftewel, er is meewind, want het wordt kleiner. Punten. In zicht dat het gaat om de snelheid van vliegtuig ten opzichte van de lucht. Ja, in zicht dat het een kleinere effect heeft. En tenslotte consequente conclusie dat er meewind is. Volgende vraag. Deze vraag weer over de startende Cessna, nu eventjes met ST-diagram erbij en bijbehorend VT-diagram. Lees het eerst eventjes door. Ja, we maken eventjes ruimte op voor het VT-diagram. Zo, en het VT-diagram is alleen voor situatie A, dus zonder wind. En gevraagd wordt van, hoe ziet het VT-diagram eruit nu voor situatie B, dus als hij tegenwind heeft. Nou, eerst eventjes, wat is er allemaal uit het ST-diagram te halen? Allereerst, ja, zie je in het ST-diagram van B, ja, dat B die blijft onder die van A. Dus het stijgt minder snel, betekent dus dat ook de snelheidstoename minder is dan die van A. Oftewel, hij moet onder het VT-diagram blijven van A. Ja. Daarna kun je ook zien dat zonder wind, ja, is de eindsnelheid 35 meter per seconde. En er is een tegenwind van 10 meter per seconde. Dus betekent, want je moest ten opzichte van de wind bekijken, ten opzichte van de lucht, betekent dus dat de eindsnelheid van het vliegtuig met tegenwind hoeft maar 25 meter per seconde te zijn, want effectief wordt het dan 35. En tenslotte de eindtijd voor situatie B, ja, wanneer komt hij van de grond af, dat is ongeveer 5,4 seconden. In de grafiek is dus, hij begint natuurlijk gewoon op 0,0. Ja. Hij zal eindigen 5,4 seconden op 25 meter per seconde en hij blijft eronder, dus wordt het dit ongeveer als grafiek. De punten, ja, nou, de grafiek begint bij 0, eindigt bij 25 meter per seconde. Ja, en hij eindigt bij 5,4 seconden en de grafiek blijft eronder. En heeft dezelfde vorm. Dit was de laatste vraag van deze opdracht. Bedankt voor het luisteren en wellicht tot horens.